bij alle mensen met een vogeltje nogmaals en soms meerdere malen langs gegaan. In grote ganzen veel positieve reacties, maar ook afwachtende en soms afwijzende reacties. Op een bepaald moment, en dat was spannend, hadden we 24 gezinnen die meededen. En er was nog één gezin waar we niet langs waren geweest. Maar het is gelukt. 25 gezinnen op nummer 25. We hebben ze allemaal geïnterviewd, een foto gemaakt van het gezin en het huisnummer. De interviews zijn door de deelnemers gecontroleerd, opmerkingen zijn aangebracht en iedereen heeft een kopie van de foto ontvangen. En het resultaat is vastgelegd in een boek. Bas verzuchtte af en toe, het lijkt wel werk. Dit boek, dames en heren, kunt u niet kopen. U krijgt dat gratis van ons, als u tenminste een militiaboek van deel 25 koopt. En wat krijgt u als u deel 25 koopt? Op de eerste plaats 200 pagina's met verhalen en een prachtige kaf ontworpen door Marjolein Richtering. Op de kaf staat de kazerne. Al zult u te vergeefs zoeken naar het artikel over de kazerne, want dat moesten we doorschuiven naar het volgend jaar. Verder verhalen zoals natte voeten in Millingen en de rol van de kweerdam daarbij. De betekenis van de tekenschool voor Bertus Smitjes. De gedichten van de familie Span. Maar ook een verhaal uit het archief van Wil Oteman onder de titel De Mepkes van Wil. Bas van Hoeven heeft beloofd elk jaar een verhaal uit die Mepkes van Wil te maken. Een eerbetoon. Over het gemeentehuis in Australië heb ik het al gehad. Hans van der Wiel heeft uitgebreid House Halt, en dat is een kasteel tussen Bimmen en Keken, in het voetlicht gezegd. Essentieel onderdeel van dit verhaal zijn de talrijke kaarten. Hans vroeg, kunnen we niet eentje groot afdrukken? En wij vonden dat een goed idee, dus die kaart zit als losse bijdrage in het boek. Ik zal hem laten zien. Als ik dan de zenuwen los kan krijgen. Als u het verhaal leest, dan snap je wat die kaart betekent. Maar wij doen meer. We zijn en blijven natuurlijk de uitgever van het militiaboek. En met de huidige bemanning van 6 personen hebben we best onze handen vol. Toch is het ons de laatste jaren gelukt om een paar extra boeken uit te brengen. Neentje het fietsen, Willingen aan de hijskraan en de heruitgave van Eintje Egberts en Toon Jurissen. En niet te vergeten het ziekje zwart van de Witte Lakers. Een initiatief samen met Jan van Eck. Wat ondertussen uitgegroeid is tot een serie van 6 boeken uit de verschillende dorpen. Veel van die extra uitgaven werden onder andere mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Rabo Clubactie. Daarnaast gaan wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. We nemen bijvoorbeeld deel aan het erfgoedberaad van onze gemeente. En toen Wil Oteman met de vraag kwam of we geen archeologisch, geofysisch onderzoek konden laten doen naar de terechtstellingsplaats bij de Lange Paal, hebben die vraag serieus opgepakt. Wil dacht namelijk dat hij via een drone rond de executieplaats liggende sloot gevonden had. En als we dan toch onderzoek gingen doen, dan ook graag naar het kasteel Spaldrop, zei Wil. En in Kegerdom wilden ze onderzoek naar de stiftof bij de kerk. Door een subsidie van de gemeente en het vrijwilligerswerk onder leiding van Johan Beckhuis zijn 2 onderzoeken volledig afgerond, gerapporteerd en beschreven in vorige jaarboeken. Het derde onderzoek, Spaldrop, is ingemeten en Joep Orbons, de archeoloog, is bezig met de rapportage. Het artikel komt volgend jaar.